En ja, wij waren heel verheugd van het nieuws te krijgen van Sint-Lucas dat zij het plan opgevat hadden om bij ons met hun studenten een workshopweek te komen organiseren. Als beleid is dat een zegen, 50 kritische jonge gasten die hard komen werken, dag en nacht op het terrein en die ideeën komen geven over wat zij vinden van waar we nu mee bezig zijn. Uiteindelijk hebben zij 6 filmpjes naar voren gebracht. Vandaag hebben we er 3 van gezien. Waar dat toch wel af en toe een aantal dingen in zaten waarin dat zij ons bevestigen, maar ook dingen in vraag stellen. Een vraagstuk dat wij gegeven hadden was van ja, wat doen we met de hoeves, met de hervorming van de kerken, wat gaan we met die gebouwen doen? En zij zeiden daar van ja, waar wij soms denken, nou, oké, we gaan er meer gezinswoning van maken, zijn zij van er zijn toch ook andere mogelijkheden. Hè? Bijvoorbeeld campings inbrengen, zorgboerderijen, een kleine KMO naar die hoeven brengen, dat was voor ons toch wel vernieuwend. Zij wouden ook de schoolgebouwen als beeldbepalend element behouden. Daar zijn we niet altijd mee eens, omdat wij vinden dat we toch ook wat innovatie moeten brengen in het centrum en wat energiezuinige gebouwen. En dat was toch wel een interessante bedenking dat zij ook de kapelletjes terug naar de aandacht trokken, waar wij dat soms wat vergeten en wat over het hoofd zien in het landschap. Zeiden zij, want ja, dat is toch wel iets belangrijk, dat zijn belangrijke ankerplaatsen, je moet daar meer mee doen. Zoals dan bijvoorbeeld het plaatsen van een wifi-hotspot en een co-working space in een kapelletje. Dat was een heel tof idee dat de pers ook gretig opgepikt heeft om die kapelletjes terug een betekenis te geven in de gemeenschap. De pers geeft daar volle aandacht aan, maar het is wel tof dat we daar dan ook het totale verhaal van die beeldbepalende gebouwen kunnen aan ophangen. Anderzijds gaven zij over het masterplan voor de dorpskern, dat opgesteld is door maatontwerpers. Dat waren voor ons heel vernieuwende ideeën. Zij trokken dat toch af en toe in twijfel. Bijvoorbeeld het idee was om geen verkaveling te plaatsen achter het gemeentehuis, maar dan meer te verdelen als parels in het lint, in de parel van het Pajottenland, die wij Gooik zelf noemen. De studenten zeiden daar toch van, ja, je moet toch zorgen dat je het centrum en de kern ook voldoende opwaardeert en differentieert ten opzichte van die linten. Dus dat gaan we zeker meenemen in de toekomst. En dan misschien een laatste bedenking over de veel te grote villas. Ze zijn er, de mensen komen alleen te staan, er is gezinsverdunning. Wat gaan we daarmee doen? Wij focussen dan vaak op de discussie met stedenbouw. Ja, kunnen we daar meer gezinswoningen van maken? Dat mag niet altijd. Ze hebben daar toch nog een iets creatievere insteek, doorbreken van die perceelsgrenzen. Ook weer hetzelfde verhaal. Misschien kun je in plaats van de KMO-zone die we van plan zijn, misschien kun je die kleine bedrijfjes wel onderbrengen in die te grote villas. Dat zijn ideeën dat we zeker meenemen voor de toekomst. Ik denk dat ja, de aanwezigheid van de studenten zal zeker memorabel zijn van ons. Ik denk dat wij in de toekomst vaak gaan terugdenken. Ja, weet je toch nog wat de studenten over dat thema zeiden? Iedereen heeft de filmpjes gezien, dat gaat wel blijven hangen. En wij hopen natuurlijk ook dat Gooik ook voor de studenten een toffe ervaring zal geweest zijn als zij toch iets geleerd hebben dat ze kunnen meenemen in hun carrière als stedenbouwkundige.